dat heeft indruk gemaakt op ons. Van de eerste keer dat we ertoe kwamen, hoorden wij mensen zingen en wij dachten van, oh, dat zou waarschijnlijk wel dan niet zijn waar we naartoe gaan. En dan deden we de deur open en dan zagen we zo al die mensen en dat heeft direct indruk gemaakt. En dat is wel leuk. Wij zijn niet de initiatiefnemers. Liturgie vertrekt nooit van onszelf. Het is Hij die ons samenroept. De mensen die lessen geven, als ik het nu lessen mag noemen, de mensen die dat doen, getuigen vooral zelf van hun geloof. Ik ben vooral opgeroepen door het feit dat dat stuk voor stuk heel gelovige mensen zijn, verstandigen, dat is er gelukkig nog bij ook, maar het zijn vooral heel gelovige mensen. En het is hun geloof dat mij oproept om zelf mijn geloof te beleven. Alles wat in de wereld gebeurt, gaat ons hier ter harte. Ja, als godsdienstleerkracht heb je dus een bepaalde functie in de school, maar godsdienstgeven gaat ook wel een stuk verder. Dus dit zou eigenlijk een prima bijscholing kunnen zijn, maar voor mij was het eigenlijk veel meer dan dat. Ik denk, als godsdienstleerkracht ben je ook ergens getuige en moet je voortdurend herbronnen. En ja, dus je blijft ergens leerling ook. Dus als leerkracht blijf je toch wel leerling. En dan nog een oersacrament. Weet je waar ze mee in de processies stapten door de steden? Eeuwenlang. Wat mij tot hiertoe het meest getroffen heeft, dat is vooral dat ik terug die Jezusfiguur teruggevonden heb. Die was precies uit mijn leven wat verdwenen. Ik was wat op een dool. En ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik die Jezusfiguur terug op mijn levensweg gevonden heb. Ik wil dus mijn geloof verdiepen. Ik wil meer mij elke dag opnieuw herbronnen om vanuit mijn geloof mijn taak op te nemen. En vanuit mijn geloof te leven voor mensen in de kerk. De vraag om voor de volgende les... Het zou zeer handig zijn. In die zin, we krijgen een algemene overzicht zo voor de hele groep. Maar vooral nadien kunnen wij in een klein groepje bespreken wat er ons getroffen heeft, wat er niet duidelijk is voor ons. En die kleine groepjes, dat is toch wel een rijkdom zo. De verscheidenheid van mensen in die groepen. In het begin moet ik zeggen, voelde ik mij daar zo een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat ik dacht, oei, ik pas hier precies niet in die groep. Dat zijn allemaal zo nogal gelovige mensen zo. Maar ja, naderhand heb ik toch wel ondervonden zo dat wij mogen zijn wie we zijn in die groepjes. Ja. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, als God... Dat is, en voor mijn part is dat dus een ervaring van God heeft ergens die groep samengebracht. Eigenlijk vrij toevallig, een beetje toch, uw ervaring vanuit de biezen. Wel, in zo'n verwerkingsgroep die na de grote bijeenkomst gehouden wordt, ben ik vooral blij dat iedereen daar zichzelf kan zijn en gewoon vanuit zichzelf kan vrijmoedig spreken en dat we daardoor samen zoeken hoe kunnen we gelovige mensen zijn vandaag. Je moet zelf van hun zaken overtuigd zijn of anders. Ja. Anders komt het niet over. Hè? Ik heb niet meer het gevoel als ik naar een misviering of naar een viering ga, dat ik het bewuster beleef dat er een aantal dingen duidelijker geworden zijn. Doordat we hier zo, vooral tijdens het eerste jaar, ook een aantal dingen rond de Bijbel gezien hebben, van waar dat alles komt. Vroeger was dat zo meer routine, is nu wel het verkeerde woord misschien. Maar nu zijn dingen, heel veel dingen duidelijker en dat vind ik wel zeer zinvol. Contact neemt om, om te, ja, maar ja, lichtmis, dat kan dan inderdaad, dat is misschien een jaar later. En dan hebben ze weer een gelegenheid om iets te zeggen, want ja, ze krijgen een kaarsje en dat kleur.